Naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, koorsprong, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ik ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met Jelle Wever. We zijn hier in het pand in IJsselmuiden, daar waar, het, waar ik jullie als eerste heb leren kennen. Ik heb toen ik 17, 18 was, heb ik als boord bij je vader gewerkt. Hier in de garage. En, uh, Hoe oud ben je nu dan, Cor? Chauffeur. Ik ben nu 52. Dus dan, uh... En dat maakt jou uh, 35, en dat betekent dat je inderdaad een jaartje of twee was toen je hier uh, ja. rondliep. Ja. En, uh, en je broer was drie. En uh, ik eerst mijn werk hier buiten uh, het bedrijf maakte. Um, dus ontzettend mooi. Inderdaad, hier, hier was ik monteur op, de, op de zaterdag en uh, op de MBI-fabriek bij jullie nieuwe locatie. Die uh, jullie hebben helpen bouwen. Uh, daar was ik chauffeur-machinist. Dus dat was onze, onze eerste ontmoeting. Het was nog de oude, uh, oude vestiging hier, denk ik dan nog. Toen, de oude loods nog, Moeten daar zijn. Maar die zijn in 92 volgens mij gebouwd, dit hier Of 91. Ja, ja maar wel, inderdaad, dit was wel de, de locatie. Ja, dat ja. klopt. Mooi. Je bent 35 jaar, woont in IJsselmuiden. Getrouwd met Lisette Wever. En ik zag uh, twee uh, kinderen, Jens en Linde. Ja. Kijk dat goed? Ja, dat heb je goed. Helemaal goed. En um, ja, hobby's. Um, ik zag katten voorbij komen, wielrennen, skiën. Um, ik zag dat je zelfs wat marathons gelopen hebt. Ja. Dus, um, en een eigen huis verbouwen. Uh, de, ja, je voormalig huis zou ik zeggen, moet ik nu zeggen. Uh, dat was volgens mij ook een, een ware hobby. Ja. Welke springt er voor jou uit? Is sport een, een speciaal iets? Ja, en de sport en besturen, daar komen we zo denk ik ook nog wel op. Maar ja, sport, dat is wel voor mij... Uh, ja, Een uitlaatklep en een, uh, ja, ik wil graag fit zijn, een fit mens. Dus dan, uh, op dit moment is het vooral hardlopen veel. En skiën natuurlijk, dat dus vind ik ontzettend leuk. Maar het kost altijd veel tijd en kun je maar één keer per jaar doen eigenlijk. En, uh, en autosport, dat is toch wel. En, uh, en voetbal, dat zijn toch wel als, om te kijken, zijn dat wel echt mijn, uh, mijn passies, zeg maar. Dat, uh, daar haal ik wel veel ontspanning uit. Ja, ben je afgelopen weekend dan ook in, in Spaan geweest? Nee, gelukkig niet. Ik ga komend weekend, dus... Uh... <laughs> Oké, okay, ga wel een dan voor. Ja, want Katten, je hebt nog best wel uh, heel wat prijzen gewonnen. Ik zag nog een, uh, een paar keer een tiende plek, uh, Nederlands kampioenschappen in 2010 en 2011, geloof ik. Ja, maar ik ben in 2009 eerste geworden, dus dat was uh, iets beter, ja. Kijk. Dus, uh, ja... Helemaal goed. Maar dan doe je nu niet meer, Karten? Nou, af en toe uh, nemen we eens een, keer een relatie mee, een uh, keer een dagje uh, lol hebben op de kartbaan. Dan uh, bij mijn oude team huur ik dan, uh, nou, huren we dan wat karts en dan gaan we lekker een dagje lol maken. Maar niet meer voor de wedstrijden, nee. En, uh, het is gewoon vooral ook tijd en het is ook een ontzettend dure sport natuurlijk, maar het is vooral de factor tijd. Uh, je bent druk met je business en je wil graag nog tijd over hebben voor je gezin. En dan, uh, ja, dan is de week gewoon op op een gegeven moment. Ja. En waar Max Verstappen dan misschien met via het karten naar de Formule 1 ging ben je in de Formule 1 in het bedrijfsleven gegaan. Dus, uh... Ja, nee, maar je moet iets goed doen of niet. En uh, toen ik in uh, 2009 had ik eigenlijk een beetje een tussenjaar in mijn studie. Dus toen dan zie je ook direct van dan heb je de tijd. En dan uh, kun je ook succesvol zijn. En de jaren daarna dan ben je toch weer uh, ook druk met andere zaken. En dan is het toch, uh, ja, dan wordt het gewoon niks. Want als je iets niet vol overgave doet, dan kun je ook niet succesvol zijn. Hey. Nou mooi. Um... Favoriete voetbalclub? Ajax en uh, Paxvollen. Ja, ik zag Ajax inderdaad voorbij komen. Muziek? Ben je muziek liefhebber? Nee, ik luister wel vaak gewoon uh, ja, een playlist in Sonos of zo, of in uh, Spotify. Maar uh, ik heb niet echt specifieke muziek smaak. Ja, Walen, uh, uh, dat, dat soort muziek mag ik wel graag luisteren. Ik vind Danny Vera ook wel mooi. Maar ik ben niet iemand die nou uh, heel bewust een uh, bepaalde artiest of wat dan ook vaak opzet. Ik ben meer van de podcast te luisteren. Dat vind ik altijd wel uh, in de auto lekker ontspannend. En dan vooral voetbal en Formule 1. Ja, er zijn toch wel wat wel mijn uh, playlist wel uh, ja, het meest in voorkomt. En uh, veel van Ajax. Dat uh, blijft ook leuk om te volgen. Ja. En als je nou een, uh, gaat hardlopen, dan ga je, uh, je hardlopen. Heb je dan muziek op of ook een podcast? Nou, beide wel. Wordt het is dus meer van uh, in je loge zitten uh, muziek standaard in. En de podcast moet je altijd even inladen. Dus als je geen tijd hebt, dan uh, wordt het toch vaak muziek. Maar ook wel regelmatig wel een podcast. En wanneer, er komen we komen straks op terug naar je druk leven, maar wanneer, wanneer sport je nu? In de um, middag en avond? Nee, ik ben meer in middag lopen. Ik heb toevallig gisteravond dan wel gelopen, maar meestal is het, uh, probeer ik één of twee keer in de week uh, wel om vijf uur thuis te zijn, dat ik dan even drie kwartier een uurtje kan rennen voor het eten. En, uh, en zaterdag, zondag, uh, ja, dat zijn er ook momenten waarop je vaak wel wat tijd probeert te vinden om even een uurtje, anderhalf uur te lopen, ja. Oh, mooi. Uh, boeken, lees je wel eens boeken? Soms, biografieën vind ik uh, dan nog wel aardig. Dus dat maakt, maakt niet zo uit wat het is als sport is, of dat het meer, uh, ja, meer richting de politiek is. Churchill vond ik bijvoorbeeld ook een enorm uh, leuk boek om te lezen. Integerende persoon. Um, maar het is toch meestal wel sportbiografie. Maar ik ben geen grote lezer uh, op vakantie. Oké. Okay, oké. Okay. Wat voor auto je? Uh, X3M, dat is BMW. Kijk, zo'n BMW. Um, heb je iemand waar je tegenop kijkt? Nee. Heb je wel een idool, dus nu zeg maar, ik kijk het helemaal maar idool, of je zegt... Jezus, als die het heeft gedaan, dat, dat, daar leer ik heel veel van. Nee, ik kan wel voor mensen, vind ik wel mooi als mensen succesvol zijn. Als het nou in sport is of in bedrijfsleven. Hoort dat zo'n Marcel Boekhoorn. en dat hij dan laatst zijn pand weer verkoopt met enorm veel winst. Dat vind ik prachtig. Ik denk van, uh, en die man ook steekt altijd zijn nek uit. Dus echt dat, uh, uh, dat ondernemerschap. En Michel Muller had ik laatst een uh, lezing van. Nou, dat vind ik wel mooie personen van... Uh, als je dan kijkt van... Uh, ja, hoe die dan hun bedrijf vormgeven... en succesvol die zijn, dat vind ik wel aardig. En, uh, maar ook andere ondernemers hier in de buurt van... Uh, ja, als je iemand de mooie dingen doet... of iemand die, heeft, die doet het goed, dat vind ik mooi. Ik gun mensen graag succes. En ik kan dat heel goed zien. Je hebt ook in Nederland... Dat is natuurlijk wel een beetje afgunst... altijd naar succes. Maar ik vind altijd uh, mooi van... Uh, ja, als mensen succesvol zijn. En uh, daarnaast voor mijn vader enorm veel bewondering. Voor mijn ouders eigenlijk, hoe die altijd... Uh, Hard gewerkt hebben en ook niet altijd de mee gehad hebben. Daar heb ik heel veel respect en diepe, diepe waardering voor. Ja, nou je hebt hier natuurlijk in Kampen best wel heel wat uh, tonengevende bedrijven. Naast die van jullie. Kijk, kijken daar volgens mij uitgekookt. En uh, VDK-groep. Dus er zijn best wel uh, bedrijven die in uh, heel Nederland mm -hmm. wel bekend zijn. Mooi. Weet um, je waar je tegenop kijkt? Want ik heb ooit voor je, dus voor je vader gewerkt, bedwever. Uh, en dat is ook zeker ook een man waar. Uh, Waar we heel wat lessen van, uh, van kunnen leren en ook hebben geleerd. Als je even zegt, wat voor nest kom je? Als ik dan zeg, dat is een beetje dat, dat Veluwe zeggen, wat voor ja, ja. nest kom je? Nou, gewoon een uh, hele fijne jeugd gehad wel. Ik heb fantastisch lieve ouders. Uh, mijn moeder is een enorm zorgzame vrouw. En uh, het is nooit te gek, nooit is iets te veel. Het stond altijd voor ons klaar. En als kinderen ook. Van, ik kan me geen moment herinneren dat ik me eenzaam gevoeld heb of wat dan ook. Het was altijd gezellig en goed. En er was, ontbrak nooit aan iets... Ondanks dat we ook wel periodes hadden dat we echt niet breed hadden thuis, denk ik, achteraf. Als kind had dat nooit zo ervaren. En uh, ja, heel warm gezin. En als kinderen ook van eigenlijk hadden we konden het goed vinden met elkaar. Er was wat ruimte voor initiatief, er was ruimte voor ontplooiing. En uh, ja, nooit ergens in gepusht. Als het dan nou ging over sport niet, als het ging over in de zaak moeten, juist liever niet zijn mijn ouders altijd. En um, ja, dus eigenlijk wel heel erg, gewoon heel warm, heel ontspannen. En uh, nog steeds altijd zo van heel belangstellend, altijd iedereen naar elkaar toe. En um, ja, dus een heel positief uh, gezin. Gelukkig zijn mijn ouders ook bij elkaar, dat is mooi. Dat zie je tegenwoordig ook wel eens anders. En uh, ze zijn ontzettend gek met elkaar en dat vind ik altijd wel heel fijn. Ja, mooi. En, en waarom denk je dan dat ze wel zeggen, volgens liefhebber niet in het bedrijf? Want ik kan me voorstellen, ik hoor je sport, als je <coughs> sport, daar gaat veel tijd in zitten. Ja. En ik kan me voorstellen, als je ouders eigen bedrijf hebben, dat die het liefst met je willen hebben, dat je, dat je meedoet. Ik weet niet, wat die tijd dat ik hier was, dat... Er, er werd hard gewerkt altijd. Nog steeds, ja. En dat vind ik ook mooi in ons allemaal. Zoals het nou, als het nou mij betreft, of het bedrijf mijn broer of mijn zusjes. Iedereen werkt enorm hard. Mijn ouders ook nog steeds. Dus dat is wel de ruggengraat van onze onderneming. Um, maar ja, ik denk wel in de periode van toen ik um, in de puberteit zat. Dat was rond 2000, 2002. Toen was het, uh, nou, zat het allemaal niet mee uh, in, in het bedrijf. En dan is ook van, joh, dat, ja, je gunt je kinderen ook een fijn leven, denk ik. En... Um, dus toen was meer de houding van joh, ga lekker wat doen wat je graag wil doen. Ik heb ooit nog eens een keer in blauwe maanden gedroomd om uh, Jack van Gelder op te volgen in de sport. Dus ik heb een redelijk fotografisch geheugen als het over sport gaat. En dat, uh, nou, dat leek me wel ontzettend leuk. Maar dat, uh, ja, nee, uiteindelijk is het toch wel is het gewoon het bedrijf geworden. Dus uh, ja. Ja, nou mooi. Want um, even naar de studie. Uh, ik heb gelezen <kwijnt> dat je MBO Bouwkunde <kwijnt> in Zwolle 2002, 2006. En daarna heb je. Goedemorgen. Dan heb je je broer Bart steek al even de, de, de kop onder de deur en uh, dat is de volgende podcast dus met, uh, met Bart Wever, je broer. Zo mooi een soort tweelaaik die, die we gaan doen. Um, je hebt daarna heb je uh, bouwtechnische bedrijfskunde gedaan. Ja. Um, waarom heb je voor die route gekozen? Nou, ik was op, op de middelbare school uh, was ik eigenlijk nog niet klaar voor uh, een hele moeilijke studie. Ik was begonnen op HAVO VWO. Maar dat, dat werd hem niet en uiteindelijk de MAVO afgemaakt. En uh, ja, het was meer de prioriteit op werken en uitgaan en lol maken... en het, dan het leven allemaal niet te serieus nemen. En, uh, dus ja, toen uh, MBO bouwkunde, ja, je moest wat, hè. Dus we hadden, de bouwbedrijf hadden we toen nog niet toen ik voor die studie koos. Maar ik was eigenlijk een beetje zoekende. Wat vind je dan leuk en wat wil je dan graag doen? Ja, en uiteindelijk weet ik niet meer waarom ik toen bouwkunde gekozen heb. Maar uh, toch bouwkunde gaan doen. En uh, ja, ik vond het wel een hele leuke, leuke opleiding. Mooie architectuurgeschiedenis vond ik ontzettend een ontzettend leuk vak... Dus uh, ja, dat herinner ik me nogal van. En voor de rest gewoon uh, lekker bezig zijn. Het was ook niet zo moeilijk. Dus het was ook, uh, wat dat betreft, gaf het nog veel vrijheid. En toen kwam ik uh, in, uh, toen ik een jaar of twintig was... bij Schutterbouw en Ontwikkeling in Zwolle terecht. En nou, dat had mijn vader dan... Uh, die had daar als ik een balletje op kan Jelle in die komen werken. Nou, ik er dan met een beetje frisse tegenzin in uh, op sollicitatiegesprek. <laughs> en uh, Frans Beijert was daar de technisch directeur... En die zei tegen mij, nou op zijn Frans, van nou, je mag hier wel komen werken, maar uh, dan ga je nog wel een studie doen. Dus ik kwam daar thuis en mijn ouders zeggen tegen mij, nou was een gesprek, nou ja, ik zeg mooi, waardeloos, want ik moet het <laughs> nog weer naar school toe. Dus dat, uh, nou uiteindelijk maar die, die studie dan gaan doen. En een, een duaal studie was dat twee dagen naar school en uh, drie dagen werken. Nou, die klas die werd heel gaar opgegeven door het te weinig leerlingen waren. En toen werd het eigenlijk vier dagen werken en één dag naar school. En dat is mij eigenlijk weer heel goed bevallen. De opleiding sloot naadloos aan bij mijn werk. Dus ik kon heel veel um, dingen die ik op mijn werk deed inbrengen aan mijn studie. Zodat je niet allemaal aan fictieve projecten werkte, ja. maar aan echte projecten. En ik had daar een, een directeur, Richard Boons. Een, um, ja, een man die had, uh, ja, toen ik uh, daar uiteindelijk wegging, toen was die man ook weg. Maar hij had op zich wel voor mij het allerbeste voor. Heel veel kansen van die man gehad en heel veel van geleerd ook. En um, ja, het was gewoon een hele mooie periode. En was net voordat uh, de vastgoedcrisis uitbrak. Dus er kon alles nog, niks was te gek. Dus ik kom uit een familiebedrijf waar het heel nuchter was. En daar hadden we bier en pizza overleggen. Dat soort dingen. Dat, uh, dat ging in dat bedrijf zo. En uh, wat dat betreft, een hele leuke tijd gehad. En ontzettend veel geleerd. En een uh, ontzettend leuk project gehad in, uh, in Friesland. Met 24 woningen. Die ik zelfstandig mocht uitontwikkelen. En uh, ja, dus het was ontzettend leuk. En warme, gewoon een warm bedrijf. Ook leuke collega's. En uh, tijd en ruimte om je te ontplooien. En daarnaast mijn studie volbracht. En afgestudeerd op het uh, onderwerp. Uh, uh, wat, maakt nou een, uh, ja, wat maakt nou een bouwbedrijf, een ontwikkelende bouw nou uniek? Zeg ja, maar. Ja. Dus ik heb toen heel veel leuke klanten mogen uh, interviewen. En, uh, ja, wat dat maakt ik, het dan? Wat maakt het nou zo uniek? Nou, wat beschutterd wel uitkwam was wel uh, wat ik me van herinner. Want ik heb, de, ik heb het niet op nageslagen voor deze podcast. Meest. Maar dat je vooral uh, ja, voor heel veel ontwikkelaars heel veel zorgen kunt wegnemen. En uh, de vaat erin kunt houden. En ja, dat is eigenlijk wat ik nog steeds wel doe als ik voor ontwikkelaars werk. Dus in die zin wel veel meegenomen uit die tijd. En. Uh, ja dus ik herinner me nog wel dat ik bij die mensen van Eurocommerce... Uh, was ik een van de klanten van Schutter dan mocht ik op bezoek bij meneer Visser nou we kennen natuurlijk al hoe het af is gelopen met die man maar was ik wel uh, ja ik herinner me dat gesprek nog wel goed dat ik daar bij hem in het restaurant was en dat ik daar hem mocht interviewen nou dat waren wel mooie dingen in die periode ja ja nou, mooi had je toen als je daar dan bijvoorbeeld bij Schutter was had je ook dan steeds dat je met een schuin oog naar uh, je vaders bedrijf keek van oké okay, hoe gaat het daar dat is misschien toen nog heel heel versloopt maar nee Nee, nou, eigenlijk niet echt. Het bouwbedrijf hadden we wel inmiddels. Oh, toen was uh, bouwbedrijf ja, dus ik, zo ik denk dat we het toen hadden over 2006, 2007. En bouwbedrijf hadden we vanaf 2002. Dus nee, toen niet. Ik twijfelde heel erg, ben ik nou ondernemend of ben ik ondernemer? En ook toen nog wel een beetje zoekende van, wat wil je dan doen? Toen dacht ik meer aan projectontwikkelaar te worden. Um, ja, dus nee, toen niet echt nog gedacht van, nou, ik ga het bedrijf in. Bart heeft het altijd wel gewild, en, uh, maar ik zelf heel lang over getwijfeld. En bijvoorbeeld, als je nou even kijkt tussen, hè, tussen leerlingen en zo'n groepje leerlingen, wat voor een figuur ben je dan? Ben je dan altijd de, de voorzitter? Ben je altijd de trekker? Of ben je, kijk je eerst even kan de boom en kijk je wie je doet? Nou, natuurlijk heb je altijd wel, als het op een gegeven moment over de lijnen uitzetten worden... dat zit er nog wel in. Dat je toen ook al wel had van dat je ja, de kartrekker bent, wel als het gaat om inhoud. Maar van mezelf ben ik meer een eindzoekganger. Ik, toen ik de MAVO haalde, ook wel genoemd door mijn leraar. Ik ben niet iemand die nou haantje de voorsters is in een groep. Uh, in grote groepen ben ik juist eerder op de achtergrond dan op de voorgrond. Vind ook niet, uh, nee, ik ben ook nooit in mijn jeugd iemand geweest die nou heel erg uh, altijd nou de, de populaire jongen was. Die altijd op de voorgrond stond. Nee, dus dat heb ik niet. Maar ik ben op inhoud. Ja, je bent, het ondernemerschap zat natuurlijk al wel in. Dus als je een projectteam had waar dingen moesten gebeuren. Natuurlijk had je dan wel de, dat je de visie neerzette en de strategie bepaalde in de groep. Maar nooit zo in een klas dat ik uh, ja, altijd maar de haantje de voorste was, totaal niet zelfs. Het nee, nee. is best wel tegenstrijdig wel, maar ja. Ja, nee, aan de andere kant natuurlijk, je hebt in de, in de sport natuurlijk, je hebt wel te maken met heel veel andere mensen, maar uh, zowel karten natuurlijk als ha hardlopen. Het zijn wel individuele sporten. Ja, ja maar ook altijd in karten had ik altijd wel van was ik nooit uh, altijd een, ja, onzeker is niet het goede woord. Maar ja, het had het nooit zo overtuigd van dat ik dat ik nou bijzonderder ben dan een ander of zo. En uh, ja, altijd wel van altijd het gevoel van ja dat een ander meer talent heeft of um, dus ik moet het altijd voor mijn werken hebben dus ik nooit daarin uh, in de sport ik nooit iemand geweest die daar nou van nature ja heel erg op de voorgrond liep nee dus altijd wel een beetje een aanzienganger geweest daarin oké okay. um, je hebt zelfs nog uh, je aan een eindje over de grens heb je nog gestudeerd ja in, uh, in greenwich ja greenwich university was uh, schutter daar moest ik toen uh, toen viel leanen brothers in 2008 dus van de ene op de andere dag werd de 13 man ontslagen op die afdeling. Toen kwam de interim manager die vond dat ik ook maar weg moest. Maar ik had een contract voor een bepaalde tijd. En ik had er goede afspraken over gemaakt. En ik ging toen nooit meer een afstudeerplek vinden. Dus uiteindelijk kon ik daar blijven. Dus ik heb dan mijn afstuderen gedaan. Maar ja, dan moet je gaan dan moet je de markt op in 2009. Van wat ga je dan. 2009, 2010. Zo moet het ergens geweest zijn. En ja, dan is er ook geen werk. Dus toen dacht ik van nou, dan ga ik nog een jaartje echt met mijn sport bezig. En ondertussen mijn master doen. Nou, ik vond het wel een mooie uitdaging, omdat dan, uh, waar je dan op de middelbare school het niet gehaald hebt, om dan op je, uh, nou, je hoger onderwijs dat wel te halen. Dus heel blij mee dat ik dat gedaan heb. En uh, ja, met name mijn analytisch vermogen wilde ik graag ontwikkelen. En dat wordt op zo'n master enorm gedaan. Het was een mooie samenwerking met de Saxion Hogeschool in Deventer, dus er werd veel van de lessen waren daar. En dat was gewoon ontzettend leuk om, uh, alles was in het Engels, dus het was wel wennen. Maar wel, uh, ja, ontzettend leuk om te doen en altijd wel achteraf ook heel blij geweest dat ik dat heb uh, ja dat ik dat wel heb gedaan ja kijk en wat ik daar echt wel geleerd heb is dat je gewoon heel kritisch moet kijken naar alle informatie die tot je komt en altijd maar naar nou, de vijf keer waarom vragen die werd er daar echt in geramd van uh, de five whys van ja, waarom 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 en als je daar maar door blijft vragen dan kom je echt tot de kern waarom iets wil of waarom iets moet gebeuren of waarom een klant iets wil ja dat herinner ik me wel dat heb ik heel erg meegenomen uit de studie wel en is nou de, de, als je kijkt naar de bouw, hè? als je de bouw in Nederland hè, de bouw is conservatief. Maar ik weet niet of jij dat ook zo vindt hè? Nee, vind ik niet. En als je nou de bouw in Nederland vergelijkt, bijvoorbeeld dan met een Duitsland of met in Engeland of uh, en, en hoe het dan geleerd wordt? Waar, waar, waar zitten we dan over? Nou, mijn master was vooral een bedrijfskundige master, was vastgoedmanagement. Um, dus het was niet echt op de bouwkundige inhoud, het was meer op de, nou, op de managementkant van de, van de zaak en echt op critical thinking. Dat was echt wel de, nou, de backbone van die opleiding dus het ging niet echt over bouwen je had natuurlijk wel er werd heel erg gekeken naar wat kunnen we nou leren van andere ondernemers in de wereld hoe hebben die dat nou aangepakt en daar moest je uit heel veel zaken uit analyseren en destilleren. nou projectmanagement werd veel meegegeven dus meer projectmanagement in de algemene zin volgens Prince 2 uh, principe dat daar, uh, nou dat is bijvoorbeeld een vak dat daarin zat. Die module, die vond ik reuze interessant van hoe kun je nou projecten nou op de beste manier managen en met al die, nou Prince werkt heel erg in verschillende uh, stages en dus verschillende levels in je in je project. Dus het was wel heel erg leerzaam om. Uh, dus het ging je echt op de bouw inhoud. En ik vind de bouw helemaal niet conservatief. Het is gewoon, uh, uiteindelijk als er uh, ruimte is voor innovatie, wordt die ook wel gepakt. Maar je moet wel kijken van, uh, ja, is het ook nodig? Is die ruimte er al? Uh, rekent het ook of niet? En dat zie je bijvoorbeeld ook met duurzaamheid. Van Duurzaamheid kreeg pas echt een vlucht. Nou, daar heb ik ook wel afgestudeerd. Sustainable real estate management. Dus daar ging je kijken van, hoe kun je nou uh, vastgoed nou verduurzamen? En zit daar dan ook een verdienmodel achter? Nou, bij, uh, ik herinner me nog bij Universiteit, waar ik afgestudeerd heb dat de CEO die zei van, ah, het is allemaal niks, het is maar een hype... en daar uh, hoef je niks mee te doen. Nou, de CFO die dacht er anders over. Dus ik heb met die beste man uh, die dat onderzoek samen gedaan... en er zat wel degelijk een hele duidelijke... toen al een correlatie tussen uh, hoe duurzaam was naar dat pand. Toen keken we keken vooral ook naar energielabels... en hoe kijken we naar de leegstand... en hoe kijken we naar de huurontwikkeling. Nou, en dan zocht je dan literatuur uit de rest van de wereld bij... en er zat toch wel echt wel al toen al een heel duidelijk verband in in 2011. Terwijl het nog niet een... Um, Common sense was in de vastgoedwereld dat nou panden verduurzaamd werden, dat er duurzaam gebouwd werd. En uh, nou, dat de CEO ook zei van nou je hoeft er niks mee te doen, dat gaf ik wel aan van dat het toen nog niet uh, een ABC was. En toen zaten we ook al van hoe, hoe de breek naar nou, de circle of blame. En dat zie je nu eigenlijk ook al bij circulariteit van hoe uh, nou, iedereen wijst naar elkaar van wie moet starten met het onderwerp. En dat was toen met duurzaamheid ook zo. Nou, je zag eigenlijk vanaf dat er een verdienmodel optrad... in in, in verduurzamen van vastgoed. Dan kwamen natuurlijk die SDA-subsidies kwamen erop. En uh, ja, toen ging het, nam het wel echt een vlucht. En dat is ook iets van. Uh, nou, dat is nog steeds zo bij circulariteit ook zo. Er is ook het wachten op die commerciële doorbraak. En als het nou met dwingende uh, wetgeving moet. Of dat het nou komt vanuit andere motieven. Maar dat moet er komen voordat ook circulariteit een echte vlucht gaat nemen. Nou, dat vond ik wel heel leuk. En dat proces rondom duurzaamheid. Ja, daar heb ik ook wel meegenomen van. Um, dat je daarover na moet denken van, ja, waarom gebeuren nou dingen zoals ze gaan? En waarom komen dingen nou niet, versnellen dingen nou niet? Hetzelfde met het bouwen van prefab woningen op dit moment. Waarom versnelt dat nou niet? En waarom heeft dat nou zo lang geduurd? Ja, het zijn interessante vraagstukken om daarover na te denken. Ja, nou mooi. Um, we gaan er uh, zo even een bakje koffie pakken. En dan daarna dan, uh, dan gaan we eigenlijk even jouw switchen. En wanneer ben je, begin je met... Ondernemen. Nou, Ik ben eerst nog ambtenaar geweest, tussendoor, hè? dus daar, zal ik nog wel, daar wil ik, ik ook heb, graag uh, wat over vertellen. Ik heb het gezien, daar gaan we zo even kijken, maar uh, we pakken even een, uh, een korte, korte break. Zo, ja. so, nou we hebben weer een lekkere bakje uh, koffie voor ons. Um, we gaan nu de, de slag maken van wanneer ben je ondernemer geworden? Want je bent tijdens je studie 2008-2009, 2010 en um, wanneer ben je nou precies binnen, de, binnen het familiebedrijf? Actief geworden, ik zie dat je een eigen bedrijfje hebt gehad. Ja, um, je hebt nog even uh, een uitstapje gemaakt om bij de overheid te gaan werken. Notabene, um, ja, dan nou weet dat... je wat het was. Van toen ik uh, bij uh, Univers afstudeerde, dat was dan de vastgoedbelegger in Amsterdam. Uh, dat kon ik toen nog een paar maanden blijven om de concretiseringslag van mijn, uh, van mijn onderzoek te doen. Maar daarna, toen was een factuur bij de gemeente Roospolder. Nou, en ik had inmiddels een uh, huidige vrouw had ik toen nog moeten, En die wou ook niet naar het westen toe. Dus ik moest toch maar wat dichter in de buurt zoeken. Um, dus toen bij de gemeente gaan werken, daar mocht ik dan uh, vier keer negen werken. Dus dat had ik nog een dag en een week over. Dus toen, uh, toen ik mijn eigen bedrijf uh, daarnaast een beetje begonnen. En um, nou, dat heeft denk ik wel een klein beetje het vlammetje wel aangewakkerd. Van ja, wat ik daarmee deed was ondernemers die een stukje grond hadden. Of wat dan ook, die, die hielp ik dan met het uitontwikkelen en uh, ja wordt het gewoon uh, no cure no pay altijd van uh, nou, heb je wordt het succes dan wil ik betaald worden wordt het geen succes dan hoef ik ook niks maar af en toe wat dingen van mijn vader deed ik toen al wel en dan had het wel heel erg goed in afstemming met de gemeente van dat het nooit uh, conflicterend was met mijn werk daar. Nou, ik heb drie jaar bij de gemeente van de oostpolder gewerkt uh, de, de, als projectleider. De herontwikkeling van de Maasplan Sporta gedaan. Het centrumontwikkeling uh, mocht ik een van de projectleiders zijn. De poldertoren die heb ik mogen sluiten. Nou, dat was ook wel een kantelpunt van dat ik toen wel wist van... ik ga nooit voor een, uh, voor een openbaar bestuur werken... en eigenlijk liever ook gewoon niet voor een, een, voor een directeur. Wat is het verschil van de dynamiek, Jelle? Nou, ik vond het wel leuk. Was, vorige week was ik nog bij de gemeente in de Doospolder... en je ziet uh, voor een uh, ontwikkelingsproject wat we mee bezig zijn in Ens. In en ja, wat je gewoon merkt is dat mensen daar gewoon uh, veel meer rust hebben. En op zich is dat natuurlijk heel mooi... Hè, dat je ook de tijd neemt voor dingen, goed over dingen na te denken... Maar daar ben ik wel te onrustig voor. En ik ben toch altijd te veel altijd, uh, nou, altijd maar gaan, gaan, gaan. Altijd aan en uh, wil altijd heel snel. Ik moet er oppassen in het bedrijfsleven dat iedereen me bij kan houden. Ja, en in de gemeente dan, uh, ja, je zit zo op een ander tempo. En het is niet, één is niet goed of het andere is niet slecht. Maar het is gewoon een totaal andere dynamiek. Zorgvuldigheid is natuurlijk heel belangrijk bij de overheid. Je hebt te maken met een, uh, ja, met een democratisch bestel waar je binnen moet opereren. Je hebt te maken met de gemeenteraad. Met colleges die nog allerlei dingen mogen en kunnen vinden. Dus ja, het is, je beslissingsbevoegdheid is gewoon heel breed en uh, niemand heeft alleen het voor het zeggen. En dat is wel fijn als ondernemer, als ik gewoon linksaf wil, dan ga ik gewoon linksaf. En dat vind ik wel bijzonder prettig en dat is wel echt anders dan bij een gemeente. En uh, wel heel veel van geleerd dat je procedures moet respecteren, dat je um, na moet denken van wat zijn nou echt de belangen van die gemeenteraad, wat is nou het belang van deze wethouder, hoe ga ik daarmee om in mijn beleids, uh, beleidsvoorstellen die ik doe. En in, je, in stukken die je schrijft. En dat heeft me wel heel veel opgeleverd. Maar ik wist ook al na drie jaar heel zeker toen ik overroeld werd door een, uh, in een collegevergadering door een burgemeester. Die zei van nou, ik heb je mening toch niet gevraagd Jelle Wever? Ja, zei ik, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Maar toen wist ik wel toen ik de deur uitliep van ja, maar dit is niet meer waar ik wil werken. En toen ging er net een werkvoorbereider bij mijn vader weg. En toen zei ik van nou, laat maar eens kijken in het bedrijf of dat wat voor me is. En ik had toen inmiddels wel dat ik wel wist van dat ik eigenlijk wel gewoon ondernemer wilde worden. En dat wat ik ondernemer ben, want ondernemer ben je of dat ben je niet, is ook wel mijn overtuiging. Dus dat ik wel ondernemer was en dan moest ik alleen nog aftasten van is nou dit familiebedrijf wat voor mij of niet. Ja. Nou, het mooie wat ik uiteindelijk wel besefte na een paar maanden was van um, natuurlijk dat bouwbedrijf, ik had, uh, was bij ons nooit, had de volledige focus nooit, omdat mijn vader heeft altijd verschillende bedrijven gehad en best wel in de breedte geopereerd. En ik ben wel meer een type van die uh, die echt de focus graag op één ding legt. Ik ben uh, ja, iemand die daar ook het beste bij gedijt. Mijn vader die vindt het ontzettend boeiend... om met heel veel verschillende zaken tegelijk bezig te zijn... van verschillende dynamiek, van verschillende inhoud. En ik ben wel iemand die liever gewoon zich focust op... Nou ja, op, op dat ene onderdeel om dat gewoon heel goed te doen. Nou, dat bouwbedrijf, daar kon echt wel heel veel beter aan. en Of beter, maar in ieder geval dat, dat ik wel... Dat, dat je een dat het, visie op... Ja, ja. dat het wat, wat groter moest. Maar ik zag wel van, ik kan helemaal voor mezelf beginnen. Dan moet ik en de boekhouder zijn en de, en, en de, de calculator en de... Nou, weet ik wat allemaal. En daar zat gewoon al een werkverbreider, er zat al een bedrijfsleider, er zat al een, een, een boekhouder. En er zat al een hele organisatie, waardoor je dat eigenlijk heel veel makkelijker kunt uitbouwen. Want van één naar uh, twee is veel moeilijker dan van vijf naar zes. En dan van die zes weer naar zeven. Dus ja, dat dacht ik wel van, nou, laten we daar maar gewoon in verder gaan. En dan mijn broer had ook die ambitie toen wel van, uh, nou, die wou ook verder met het bedrijf. Dus op zich viel het wel mooi samen. Dan zeiden nou, laten we dat ook maar gewoon samen gaan doen. Ja. Hoe, hoe gebeurt dat? Want het inderdaad, en je zegt je broer, je vader, je moeder werkt nog in het bedrijf. Uh, nou, later inderdaad ik nog twee zusjes voorbij zien komen, die, ja. die ook binnen zijn gekomen. Ja. Wordt, dat, wordt, dat, wordt dat zondags aan de, aan de keukentafel, uh, is, of ga je dan eens een keer met je vader in de auto en een rondje en zeg pa, moet je eens even luisteren, hoe, hoe werkt dat bij jou? Nee, nee, bij ons gaat eigenlijk worden dingen, eigenlijk wordt alles ook wel besproken, ook niet. Dat is eigenlijk wel, uh, we hebben nooit dat dingen niet besproken kunnen worden, maar ja, het was ook eigenlijk zo van, we voelden dat ook wel aan. En op een gegeven moment was het ook gewoon heel logisch dat het deze kant op ging. Dus nee, nooit, ik kan me niet een moment herinneren dat we zeiden nou we gaan dat doen of zo. Het is eigenlijk gewoon langzaam er wel ingegroeid en uiteindelijk heeft denk ik, mijn vader ook wel gezien dat Bart en ik voldoende ondernemers zijn om, uh, om in ieder geval uh, eerst dat bouw- en sloopbedrijf en dat verder uh, gewoon op te pakken dat hij dat los kon laten. Ja, dat is eigenlijk heel natuurlijk gegaan en zonder natuurlijk denk je wel over na het moment van nou wanneer doen we de aandelenoverdracht? Hoe doen we dat? Hoe vullen we dat in? En daar heb je het wel over in onze, nou, in onze directieoverleggen. Maar dat is niet, ik kan me niet een moment herinneren dat we zeiden, nou, we gaan dat doen. Dat was uiteindelijk van toen ik daar kan werken. Toen had ik ook wel door van, nou, nou daar zit wel mijn toekomst. En Bart, die wou dat ook. Johan, daar hebben we hebben elkaar prima gevonden. En uh, ik vind het heel mooi aan, uh, uh, nou mijn moeder is al natuurlijk, die maakt zich altijd wel zorgen van, nou komt het allemaal goed met die jongens. En uh, toen heb ik zelf ook heel veel pech gehad. En je gunt natuurlijk je kinderen gewoon een uh, fijn, uh, zorgeloos leven. Nou Bart en ik hebben dan die, die andere route gekozen. En uh, wat heel mooi wat ik aan mijn vader vond, was van dat hij altijd, uh, nou dat is eigenlijk zo gegroeid en hij heeft zich nooit met ons bemoeid ook en nooit met een lange arm in het bedrijf gezeten, wat je bij heel veel familiebedrijven wel ziet gebeuren, dat, uh, dat uh, de oudere generatie eigenlijk altijd bang is dat de jongere generatie onderuit gaat en altijd wil, uh, wil behoeden voor de fouten, hè, want het is altijd uit liefde, dat is wel mijn overtuiging. Een vader doet dat nooit om, om zijn kind tekort te doen, maar die doet het altijd uit liefde. En ik vond het wel heel mooi in mijn vader van, uh, dat hij altijd heeft gedacht van, nou, die jongens redden het wel en het komt wel goed. En dat was wel, uh, denk ik wel, dat heb ik altijd heel erg gewaardeerd in die beste man. En het is altijd, ik zeg maar, ik heb een hele luxe commissaris. Die kan altijd bij hem terecht. Hij kan altijd, uh, ik hoef er niks voor te betalen. En hij wil altijd uh, zijn mening wel geven, gevraagd. Nou, dan kun je ook een scherpe mening krijgen. En dan kun je ook echt wel uh, nou ja, verlangens krijgen op de gezonde manier. Maar hij zal nooit ongevraagd zijn mening erover geven. En dat vind ik wel heel mooi, altijd in die samenwerking die ik met hem heb. Ja. Maar nog even terug hè, naar het moment dat je bent werkvoorbereider en op een gegeven moment. Uh, ...ben je dan nou zelf steeds wel degene die, die is geweest van... ...ik ben nu toe aan de volgende stap? Of is dat ook, wordt er eigenlijk bijna niet gebouwd, ...maar is dat bijna vanzelf, hoe, hoe, hoe gaat dat? Nou, je bent ondernemer, dus je ziet dat het anders... ...en uh, op een andere manier ingevuld moet worden... wil je verder komen. Dus ik, uh, ik zag wel die commercie, dat past me wel. Dus ik vond wel van dat ik zelf... ...en uh, een project voorbereid moest hebben... ...en een keer een grote calculatie gedaan moest hebben... ...zodat ik weet hoe dat werkt. Um, nou, uitvoeren was nooit mijn ding. Dus uh, dat heb ik nooit echt gedaan maar ja, uiteindelijk ja, dan, ja je bent toch een commercieel dier dus uiteindelijk ook vanuit die rol bind je al klanten bij er al mee bezig en uiteindelijk merk je gewoon van nee hey, ja, dat gaat me best wel goed af ik haal een hoop werk op nou en um, voor mij was kantelpunt wel van um, begin 2015 toen hadden we net besloten van uh, we nemen de bedrijven over dus we waren de, nou we hadden twee derde van de aandelen we overgenomen Bart en ik en nou ik was toen nog wel uh, het wordt natuurlijk wel spannend ik nam mijn werk aan van uh, ongeveer dat was toen uh, driekwart van onze jaaromzet en ik denk van, nou, we moeten even rustig aan doen. We moeten er niks bij nemen, want uh, dat kunnen we niet aan als bedrijf. En dat is later ook allemaal vuilkoor geworden, trouwens. Maar en toen schoof dat project een half jaar door. Ze hadden we het eerste half jaar al miljoenen omzet. Nou, als je dan een bouwbedrijf verzint van. Toen, uh, uh, dan, dan, toen deed we, denk ik, 6, 7 miljoen of zo omzet, nu, nu veel meer. Maar. Ja, dat ging niet helemaal goed natuurlijk... als je dan maar een miljoen omzet draait... het eerste half jaar of 800.000 of zo. Dus toen was voor mij wel een kantenpunt in bedenken... van ja, we moeten gewoon zorgen... dat we altijd voldoende werk en portefeuille hebben. En ook nee zeggen zit ook niet in mijn systeem. Nou, daar ben ik later ook echt wel met mijn bek gegaan... dat ik gewoon eigenlijk te grote projecten aannam... en te naïef was in... Uh, nou, je moet het aannemen en er komt altijd wel goed... want dat zeg echt wel mijn overtuiging altijd... het komt altijd goed. Hoe, hoe donker het ook is en hoe ingewikkeld het soms ook lijkt... Van, er is altijd weer een oplossing... En uh, nou ja, toen was het wel van, ja shit, dat hebben we heel veel geld gekost, die projecten. En dat, uh, dat was wel een goede levensles wel, van uh, A, dat moment van uh, dat ik toen dus gewoon dat alle omzet wegviel... omdat het project gewoon domweg een half jaar voor uh, vooruit schuift. Dus je moet nooit afhankelijk zijn van één project. En ten tweede van ook wel van als je dan te voortvarend bent in het werk aannemen, moet je op een gegeven moment ook wel nee durven zeggen. En ook wel naar je organisatie luisteren. En dat, uh, nou, dat zijn wel twee echt wel goede leerpunten geweest in mijn ondernemerschap. Ja, als je soms nee zegt tegen een klant, zeg je misschien wel ja tegen je personeel. Hè? Nee tegen een is vaak een ja tegen de ander. Nou, nee zeggen, ik weet niet of ik echt wel nee gezegd heb, maar wel gewoon, ook wel gewoon tegen klanten te zeggen, ja, je kunt wel zo snel willen, maar we moeten wel gewoon zorgen dat we gewoon, wil je uiteindelijk, willen we nog tevreden zijn en, en elkaar leuk vinden aan het einde van het werk, moeten wel de tijd nemen om het goed voor te bereiden. En projecten, hoe simpel het ook klinkt, hè? maar ik was altijd iemand van, joh, het komt altijd goed, laten we gewoon aan de slag gaan en vindt onze weg wel. Dan is de klant heel blij met je dat je het oppakt maar ja, als dat niet loopt gedurende het project dan uiteindelijk het eind van het, van het werk is hij niet meer blij met me. En hoe werkt het dan met jou als ondernemer? Wordt je dan leer je dan liever door zelf op je snuffen te gaan? Of uh, had bijvoorbeeld dit, in dit <coughs> geval had ook iemand anders uh, heeft dat misschien wel gedaan? Van nou jelle uh, gaat dit wel goed? En zeg dus je dacht, ja, dat gaat wel goed. Hoe, hoe, hoe werkt dat bij jou? Nou, ik geloof wel in van wat ik dus zei van hè, die vader die altijd zijn kind bijvoorbeeld probeer te behoeden voor zijn fouten, dat, daar geloof ik niet in. Want uiteindelijk voel je pas als je, uh, ja, wat, uh, hoe zeg ik dat, ja, wat een fout maken is en waar je tegen een muur aan loopt, als je er echt tegen een muur aan loopt, ja. iemand kan zeggen van, ja, dit gaat niet goed, jellen. Ja, dan denk ik van, ja, dat zou wel. Maar uh, uiteindelijk merk je pas als je uh, je klanten ontevreden zijn of dat je je rekeningen niet kunt betalen, uh, ja, dan voel je pas echt in je onderbuik van, ja, shit, hey, dit is niet goed. En dan moet ik natuurlijk weer een oplossing voor. En ik ben er ook maar vijf minuten teleurgesteld over. En dan uh, heb ik ook altijd wel weer een oplossing. Ik ben gelukkig heel positief van aard. Dus dan heb ik ook altijd wel weer de drive om. Te zeggen van, nou, het komt toch ook altijd weer goed, jongens. En dat komt het ook. Ja. Maar je moet het eerst wel een keer gevoeld hebben van... Ja, jongens, van uh, ja wat is nou een fout maken? waar gaat het nu mis? Ja. ja, en dan uiteindelijk moet je wel weer zorgen... dat je er niet in blijft hangen. Want ik lig nooit wakker van mijn werk. Daar ben ik wel heel erg blij om. Van, uh, nou, ik heb altijd wel een oplossing voor mezelf. En het is ook niet altijd dé oplossing ja nou, maar hoor jezelf van voren dat die oplossing er is en het ook gaat regelen hè? want dat is natuurlijk je moet nooit die we problemen wegkijken want dat uh, hoor, zie ik nog eens bij ondernemers van uh, dat ze problemen wegkijken en dat is natuurlijk het begin van het einde en dat heeft mijn vader me altijd wel geleerd van ja je moet gewoon problemen tegemoet treden en uh, jij bent de enige die het kan oplossen je kunt dat niet van je personeel verwachten jij bent degene die leider en jij moet wel uh, dat leiderschap dan ook tonen en ook uh, de kaders wel meegeven en uh, ja, en dat is ook wel wat van ondernemer bij ook wel. Toen ik, toen ik net bij de gemeente wegkwam, was heel erg de filosofie van nou, laat het maar los. En iedereen moet zelfredzaam zijn. Nou, toen heb ik ook heel veel managementboeken, las ik toen ook wel. Van nou, de cyanen organisatiestructuur, dat, dat je de organisatie ook maar aan zijn gang moet kunnen laten gaan. En ik heb wel ondervonden in die jaren van uh, dat je projecten aanneemt en ook wel dingen, gewoon als je net even boven je stand leeft. Dat wel je personeel ook gewoon behoefte heeft aan kaders. Ik ben heel veel uh, van vrijheid, blijheid, heel veel eigen initiatief nog steeds. En dat mensen wel um, nou, ruimte moeten hebben om zich te ontplooien. En ik denk daarom ook dat, dat we heel weinig verlopen hebben, omdat mensen bij ons echte kansen krijgen. Um, dat wij nooit iemand ergens niet goed voor vinden. Als je het wil, dan nou, ga het maar proberen en dan zien we het wel. Dat wordt wel heel erg gewaardeerd, denk ik. Maar mensen willen wel graag gewoon um, die kader hebben. Het mooiste metafoor wat mij ooit verteld was, wat ik op een gegeven moment een keer van iemand leerde, was van als je een, uh, daar denk ik vaak aan, als je schapen hebt in een wei. En Er staat geen hekker mee, er staat midden in een voederkooi. Dan zijn al die schapen om die voederkooi. En als je er een hek omheen zet, gewoon een ruim hek, hè? niet zo heel klein, maar een ja. ruim hek, dan gaan alle schapen langs het hek lopen. Dus dan gaat het, dan gaat je personeel ook automatisch als je die kaders meegeeft. Dan gaan ze die rand ook wel opzoeken en dan gaan ze daar ook wel naar acteren. En dan gaan ze daar ook wel op hun manier een ondernemerschap intonen en hun leiderschap, maar wel met duidelijke kaders van uh, nou dat je. Nou, een heel belangrijke kaders voor mij zijn wel dat iemand gewoon een goed mens moet zijn. Dat je uh, de boel niet mag uh, beduvelen. Dat is uh, in de bouw toch wel eens van, uh, nou de bouw heeft daar niet altijd zo'n best imago in. Maar ik vind dat als we een afspraak maken, man en man, woord en woord, dat is hoe we werken. En dan kun je best wel eens een keer een verschil van inzicht hebben. Maar een klant moet er altijd op kunnen rekenen dat je realiteitszin hebt. En dat verwacht ik ook van mijn, uh, van mijn medewerkers. En dat je elkaar helpt. Dat je elkaar half staat, dat je niet als de ene bal laat lopen... ...daar hem dom gaat aankijken van, nou, waarom doe je dat nu? Nee, dan moet je samen achteraan gaan rennen om dat uh, toch weer op te lossen. En dat, uh, dat teamgevoel, daar uh, dat geloof ik enorm in. En waardering geven aan je personeel. Ook vertellen wanneer ze het goed doen, ook vertellen wanneer ze het niet goed doen. Nou, dat zijn wel zaken, dat denk ik, uh, daar probeer ik wel invulling aan te geven. Nou, en ik heb daar ook wel, uh, ik heb daar niet van, uh, met mijn vader dan vooral... ...op het uh, ondernemerschap sprak ik wel vaak over, hoe moet je dat dan doen... ...en hoe zou je dat aanpakken? En vakinhoudelijk heb ik ook een, op een gegeven moment toch wel bedacht van, nou, ik moet toch wel iemand, uh, uh, toch wel iemand aan me binnenhalen die me toch een beetje coacht en waar ik een beetje mee kan klankborden, want dat gaat niet goed zo. En ondanks dat je zelf altijd wel weet, is het wel goed om ook wel gewoon tegen iemand aan te praten. En uh, ik werd hier door uh, Herman Boeven van de Abovengroep, dat is een partij waar we vaak mee werken, die zei van, goh Jelle, misschien moet je toch eens een keer met iemand gaan praten hoe je toch iets, iets strakker organiseert. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet mee eens. Ik ben moeitekeer zich mee. Maar uiteindelijk wel dat gedaan. En daar toch heel blij mee geweest. Van, uh, om, die man heeft me geholpen om een goed structuur in het bedrijf te brengen. Om, uh, en uiteindelijk weet je het altijd zelf wel. Maar ik zeg het maar van het vergelijk dat een beetje met dokter Rossi uit de, de Gooise Vrouwen. Die man ook. Er kwam iedereen op bezoek. Die man die zei nooit wat. En uiteindelijk komt het al die vrouwen die daar kwamen. kwam zelf de oplossing wel. Ja. En, maar het is wel goed om tegen iemand van buitenaf wel aan te praten. En dat is wel wat ik iedereen wel ook wel aanbeveel om te doen. Want uh, zelf word je toch heel erg blind voor je eigen fouten. Nou, het is gewoon goed om, uh, om te sparren en om, uh, ja, om, om dingen los te laten. En, ja. Dus dat is wel van uh, dat heeft mij wel geholpen. Dus ik, uh... hoe, zou, uh, hoe zou personeel jou typeren? Als ik, uh, als ik een bedrijf rond ga en zeg maar, Jelle, wat is, wat is Jelle nou gewoon ondernemer? Dus Wat, wat typeert jouw ondernemerschap? Is dat dat toch dat dat? ...echt ondernemen en altijd een kans zien? Of is dat vooral... Uh, ...ja, hij is goed voor ons... Hè? ...we willen graag de mensen bij elkaar houden... ...wat zijn dan, als je drie dingen zou moeten noemen? Nou, dat laatste hoop ik in ieder geval dat ze vinden. Um, dus ja, dat, dat heb ik ze nooit zo gevraagd... ...maar dat, ik probeer altijd wel goed mensen te zijn. Dus ik denk wel dat ze dat ook wel zo ervaren. Ik denk ook dat ze heel veel... Um, nou, dat, ...dat hoor je dan wel eens van... Nou, ...dan heb je weer een mooie klus binnengehaald... ...en ze vinden het toch altijd wel bewonderingswaardig van... Ja, hoe, hoe je altijd weer aan je klussen komt en hoe je dat organiseert. Dus ik denk dat dat wel uh, bij een heel aantal mensen wel naar boven zou komen. Ja, voor de rest, gewoon dat ik wel tussen de collega's insta. Ik ben geen autoritaire leider die vanuit macht opereert en die, uh, die zich erboven beweegt. Ik probeer me echt wel tussen het personeel te zetten. En dat we, uh, nou, ik zeg ook maar van ik moet af en toe directeur zijn, maar het liefst zo min mogelijk. En ik ben, uiteindelijk ben ik gewoon maar de verkoper hier. En dat is ook wel wat ik, uh, ja, en uiteindelijk ben je natuurlijk wel van jezelf. Die leiden dus als er een overleg is, kan ik ook nooit mijn mond houden. Dus dat is ook wel lastig. Maar... Ja, nee, ik kom redelijk makkelijk uit je woorden, Jelle. Nog een anders. gezant. Um, is dat ook de manier waarop waarom klanten voor Wevenbouw, voor Jelle Weven kiezen? Omdat, omdat jij het bent? Ja, dat is, en dat is wel een punt waar ik me zorgen om maak: van hoe ga ik dat nou beter borgen in mijn organisatie? Van, ik denk wel dat op dit moment dat nog wel veel is, van dat de gunning uh, op mij als persoon ligt. En, dat, ik, nou, dat klanten dat gewoon zien van, hey, die Jelle pakt dat goed aan, daar heb ik wel vertrouwen in. Dat is wel iets wat ik de komende tien jaar wel anders moet inrichten. Van dat die, die inkomende werkstroom dat dat minder afhankelijk van mij is. Kijk, de organisatie als bouwbedrijf zelf, die redt zich prima zelf. We hebben gewoon goede mensen in dienst, goede projectleiders, goede mensen die, die gewoon een vak verstaan. Maar die verkoopkant, dat is wel iets waar ik denk... ja, daar moet ik wel over nadenken, van hoe borg ik dat beter? En ja, ik geloof niet in een accountmanager, want dat hebben we ook niet. We hebben geen managers in ons bedrijf. Maar dat is wel waar ik over na moet denken, van hoe ga ik dat nou oplossen? Want als ik ooit een keer uh, nou, uh, iets anders wil doen... of ik wil wat uh, mijn energie in andere bedrijven stoppen... of nieuwe kansen of andere ondernemingen... dan zal ik toch uh, dat moeten oplossen. En, uh, dus ik denk wel dat daarom uiteindelijk de klanten in beginsel... natuurlijk moeten ze uiteindelijk als ze vaker met ons gewerkt hebben... dan dan kennen ze ons bedrijf en dan is dat ook alweer anders. Um, maar we werken veel voor ondernemers, veel voor kleine ontwikkelaars. Dus je moet elke opdracht wel weer opnieuw verwerken of verwerven. En um, ja, ik heb niet we, we werken niet voor corporatie altijd maar aanbestedingen waar je weer op in kunt schrijven. Dat doen wij niet. Dus ja, het is wel, hangt te veel nog om mij, vind ik zelf, wat ja. dat betreft. Heb je het idee dat je bijvoorbeeld zo'n verschuiving uh, zou kunnen laten gebeuren. doordat je uh, circulariteit of duurzaamheid dat als bedrijf zo goed doet, waardoor dat ook zichzelf voor een deel zou verkopen. Nou, dat weet ik nog niet, want uh, daar heb ik nog niet echt over nagedacht. In alle eerlijkheid van, ik heb de afgelopen jaren ben ik ontzettend druk geweest om naar nou, die enorme groei die we als bouwbedrijf hebben doorgemaakt, om die een, uh, te borgen in de organisatie en eerst zorgen dat alles gewoon draait in de club en dat we de structuur goed hebben staan. En de volgende stap voor mij is nu wel straks als dit jaar gewoon loopt, zoals ik verwacht dat het loopt, om daarover na te gaan denken. Maar... Nee, daar heb ik nog geen, uh, nog geen Tuurlijk en duurzaamheid en circulariteit zijn dingen van het gaat maar het hart. Dus daar investeren we veel in, uh, daar denk ik veel over na. Maar het is meer vanuit dat ik gewoon geloof dat we daar als, als bouwsector mee bezig moeten zijn. En dat je klanten moet helpen om daar een oplossing voor te vinden. Maar niet vanuit de gedachte dat ik daardoor nou een heel op handel binnen zou gaan halen. Want zo denk ik nooit. Nou, wellicht kun je van uh, Jelle even een merk maken. En dan verkoopt het merk zichzelf. Hè? Dus die, uh... Nee, dan, uh, <laughs> dan zou je het wel heel hoog in de bol hebben als je die veronderstelling hebt. Uh... Nou, maar je weet nooit hoe anderen tegen je aan Jelle. Hè? Dat is waar. Nou, even iets anders. Hè, want um, we kennen elkaar ook nog deels vanuit het bestuurswerk. Toen ja. ken je als voorzitter van MKB <coughs> Nederland-Regio Zwolle. Vanuit uh, <coughs> die functie heb je nog allerlei uh, nevenfuncties. Ja. Maar ik vroeg me ook wel eens af. Uh, als je een beetje die tijdsverdeling hebt, hoeveel tijd heb je überhaupt om je bedrijf op te bouwen? Ja, nou ja, dat vragen we meer mensen. mensen hoe, denken... hoe ben je daar ingerold? Want... Nou, dat is, ook wel, dat is ook wel grappig, inderdaad. Van, uh, ik zeg altijd maar van: uh, ik ben een beetje tegen will en Dank voorzitter geworden. Ik, was, uh, ik zat in het bestuur bij de VVD. We zijn altijd opgevoed dat we vrijwilligerswerk moeten doen. Laat ik daarmee beginnen. Mijn vader is ook altijd heel erg maatschappelijk actief geweest. En uh, mijn moeder ook. En we zijn allemaal gewoon altijd dat meegekregen. Dat doen we ook voor de maatschappij. Bart bijvoorbeeld, die is nu voorzitter van de Oranje vereniging. En nou, dat vinden wij allemaal heel belangrijk. Dat we daar gewoon onze. Nou, dat vind ik eigenlijk moet ieder ondernemer doen. Je moet je kennis die je hebt. Die moet je gewoon delen met het verenigingsleven. Want je hebt zoveel kennis en zoveel kunde. Zonder als, dat, als je dat daar niet in terug laat komen. En we zijn ook allemaal afhankelijk van een goed functionerende regio of dorp of stad. En er hoort ook een goed verenigingsleven bij. Maar in ieder geval, dus ik was bij de VVD was ik in het bestuur. En toen hadden we, ik was campagneleider, we hadden de, uh, in de stemwijze hadden we by far de meeste, de meeste stemmen op. Of de meeste, nou, de hits dat we daarop uitkwamen uit die stemwijze, uit die kieswijze. Ik denk, nou, dat gaat goed hè. Dus nou ook hartstikke succesvolle verkiezingen geweest. En toen uh, kwam het uh, formatieproces op gang. En toen viel mij op dat mensen al onze normen en waarden lieten vallen om maar op de plus te komen. Ja, ik denk jongens, maar. Daar ga ik niet meer aan meedoen, die poppenkast. Want dat vind ik wel zo'n onzin. Daar hebben we ergens voor gestreden. hebben we ergens mensen wat beloofd. En dan doen we het niet. Dus toen ben ik gezegd, jongens, ik stop ermee. Want ik, dat vind ik helemaal niks. We hadden wel een leuk bestuur trouwens, dat wel. Maar ja, je bent toch uiteindelijk afhankelijk van de keuze die je fractie maakt. Nou, ook uiteindelijk is dat ook iedereen zijn eigen keuze. Ik was maar een schakeltje in het geheel. Maar het was zelden een beetje als bij die gemeente. Dat die, dat die burgemeester zei van Jelle heb ik om je mening gevraagd. Als je hier eigenlijk voelde dat weer hetzelfde van. Ja, Ik denk, jongens, maar dat ga ik niet meer doen. Dus toen uh, ik was uh, ik was vrij en toen werd ik gevraagd uh, via via door Ben Reuvenkamp van uh, jij weer bij ons in bestuur komen bij MKB. Ik denk, ja, dat MKB wat is dat nu? Ik kende dat eigenlijk helemaal niet zo goed. En MKB Nederland was toen ook veel suffer dan het nu is. We hebben nu met Jacco Vonhoff een fantastische voorman, maar toen was uh, MKB wel heel erg zoekende. MKB Nederland maar in dat bestuur gekomen en uh, ja, lekker meegedraaid met dingen gedaan. En vanaf 2015, volgens mij, of 14. En we hartstikke leuke tijd gehad. En nou, die stopte er op een gegeven moment mee. Toen kwam er een, uh, uh, een nieuwe voorzitter. En toen kwam er ook gelijk een enorme lijk uit de kast van uh, wat gewoon fout gegaan was. Uh, wat gewoon een financieel debakel was. En nou, de voorzitter die uh, toen, uh, die was daar ook bij betrokken. Die uh, zei van, nou, laat ik dan maar een stap opzij doen. En toen waren we nog met vier bestuursleden over. En uh, eentje zei van, nou, ik stop ermee over een jaar. Dus um, ik uh, ga geen voorzitter worden. Nou, die andere, die andere twee zeiden, ja, ik ben er net, dus ik doe het ook niet. En uh, nog eentje die zei van, uh, nou ik wil graag het secretariaat gaan doen, dus ik ga het ook niet doen. Nou, toen bleef er maar één iemand over en dat was ik. Nou, ik denk dat is mooi dan. Mijn vader was er helemaal niet mee eens dat ik voorzitter werd. Want hij zei, ja, daar heb je allemaal geen tijd voor, je bent druk met je bedrijf en focus je daar eerst maar op. En uh, zoals een vader en, en dan ook uh, het goed wil doen voor zijn zoon. Ja. En Bart was er ook niet mee eens, maar ik denk, ja, zoek het uit. Hè. Ik ga het wel gewoon doen, want ik vind dat ik hier mijn verantwoordelijkheid moet pakken en dit dossier moet opgelost worden. Dus ik dacht, ik maak dit dossier af en dan zoeken we ondertussen naar een andere voorzitter die meer tijd heeft. En uh, nou, toen sprak Henk-Jan Meijer, de toenmalige burgemeester van Zwolle, toen nog de legendarische woorden tegen mij. Nou, Jelle, er is niks zo definitief als tijdelijk. En uh, nou, ik denk dat is mooi. Maar uiteindelijk, ja, we zijn nu vier jaar verder en, of drie jaar verder en ik ben nog steeds voorzitter. Dus, uh, ja, Hoe baak du je je dat af? Hoe baak je die tijd af? Want ik kan me voorstellen dat je uh, dat elke dag wel een mailtje, een appje is. Ja. Met, met, een, met een vraag hier en een vraag daar. En vanuit je verantwoordelijkheidsgevoel. En je enthousiasme wil je iedereen natuurlijk elk moment wel helpen. Nou, ik ben heel slecht en nee zeggen. Dat is wel mijn, een slechte eigenschap van mij. Uh, dat vind ik ontzettend moeilijk. Uh, dus dat, dat helpt in dat soort functies niet. En ook niet als je dan uh, zo'n voorzitter moet worden. Het voordeel is wel van op het bedrijf heb ik, uh, uh, ik... Ik doe inhoudelijk hoeveel, produceer ik niks. Dus er is geen primair proces dat voor mij afhankelijk is. Ik moet natuurlijk werk binnenhalen, ik moet zorgen dat die organisatie eruit dat iedereen blij is, dat iedereen zijn vraagbaken heeft. Dus ik loop ook vaak door bedrijven in, kan ik eens mee helpen, lopen de dingen. Ja. Dus ik zit vooral heel veel in gesprek. Dus, um, uh, en MKB is altijd overdag, bijna nooit s'avonds. Dus dat is wel heel fijn. Dat kun je gewoon s'avonds rustig je mail doen. En uh, nou, alles wat er overdag binnengekomen is, kan ik dan ook afwerken. Want ik werk, uh, dat is misschien ook wel uh, aardig van, ik werk gewoon vier dagen in de week knijten hard. Vrijdag werk ik hard en het weekend doe ik niks. Dus ik werk ook iedere avond en dat vind ik ook helemaal niet erg, met veel plezier. Maar daardoor kunnen we enorm veel productie maken. En overdag is gewoon MKB-werk, is gewoon overdag. En het is, uh, we hebben een goede, goed secretariaat die van mij heel, al het doelwerk wegneemt. We zijn natuurlijk met tien bestuurders, dus die hebben allemaal hun eigen portefeuille. Dus ik heb daar ook heel duidelijk in gezegd, van iedereen doet zijn portefeuille. Ik moe me daar ook niet mee. We hebben één keer in de maand een bestuursvergadering waar we in de voortgang bespreken. Dus in, in een uurtje of zes tot acht in de week is het wel te doen. En dan, ja, dan maak je gewoon tijd voor en dat komt gewoon bij je werkbare tijd op. En uh, nou, maar het geeft je ook heel veel afleiding. Het ont je ontwikkelt jezelf enorm. Um, waar ik in het verleden nog wel zenuwachtig was als je voor een groep mensen moest, uh, moest spreken, dat heb ik helemaal niet meer. Je bent gewoon van overtuigd van nou, je verhaal dat je neerzet is goed en dat vinden mensen prima. Want anders had je dat al lang wel gehoord. Dus het brengt je ook gewoon heel veel in je persoonlijke ontwikkeling. Um, je draagt echt wat bij aan de maatschappij. Je hebt uh, ja, en het geeft je ook weer nieuwe, nieuwe relaties en nieuwe kansen waar je zakelijk ook altijd wel een keer wat aan hebt. Nou, dat mag nooit de motivatie zijn. maar dat nou, natuurlijk, als je een keer een cluster uit ophaalt, dat uh, maakt ook die, uh, die, uh, die 400-500 uur per jaar die je erin stopt. Uh, geeft dat ook weer een uh, doekje voor het bloeden. Dus ja, in die zin, um, ja, hoe baak je dat af? Ja, het loopt gewoon door elkaar en. Um, ja, het wordt gewoon ingepland in mijn agenda. En je de, de ene kant ben je met die zaken bezig. En een uur later bij je met... Uh, ja, gisteren had ik ook zo'n afspraak. Het gaat dan over diversiteit in het MKB. Ja, dat zijn ook thema's. Daar kom ik als bouwer nooit mee in aanraking. Maar het is wel reuze interessant om over na te denken. Dus, uh, ja, ja. En heb je nu, hè? Want uh, ondernemers, overheid, onderwijs... Dus ja, het zijn toch hè, drie geloven een beetje op één kussen... die met elkaar proberen samen te werken. Ja. Hoe vaak heb je... Afgelopen jaar, op het moment gaat dat je weer gevoeld dat er een burgemeester van Noordroospolde zei: "Nou Jelle Wever, we gaan het toch anders doen. En hoe ga je daarmee mee om dan? Dat is toch een spanningsveld." Nou, dat is wel mooier van, vind ik, van de regio Zolle, hoe we nu functioneren, dat het eigenlijk heel natuurlijk is tussen ondernemers, overheid en onderwijs, van dat je elkaar het ook gunt. Natuurlijk ben je het niet altijd eens met de koers... en dat is ook je lotte, maar dat is ook je lot als lobbyist natuurlijk, want dat ben je uiteindelijk als, als MKB Nederland, je bent een lobbyclub. En uh, nou, ook als ik Jacco afgelopen week sprak van als het gaat over het, uh, het afromen van de steunmaatregelen, dan krijg je daar niet altijd je zin in. Dat zijn natuurlijk wel eens frustrerende momenten. Maar je moet ook begrip hebben voor hoe de ander in de wedstrijd staat en de belangen die de andere partij ook weer te dienen heeft. Dus ik zie het altijd, maar alles wat we voor elkaar krijgen is een cadeautje. En als we niks doen, komt er in ieder geval niks. Ja, nou even dat even, even uh, spiegelen op jouw bedrijf. Uh, jullie hebben waarschijnlijk gewoon doorgekund, maar jullie hebben natuurlijk wel last gehad met, met de bouw met stikstof. CO2. Um, nou, maar van hoe... corona ook echt wel. Want um, ik, wij hadden gewoon 3-4 miljoen retail omzet per jaar. En dat is gewoon compleet weggevallen natuurlijk vorig jaar. Dus daar heb je dan echt wel last van. Ja. En dat hakte er echt wel in qua omzet bij slopen. En ze viel ook heel veel omzet weg van procedures die vertraagd. Want rechtbanken deden geen uitspraken meer. Die gingen allemaal thuis zitten. Ambtenaren die werken nog steeds allemaal thuis. Dus het duurt allemaal veel en veel langer. Uh, op de wereldmarkt hebben natuurlijk heel veel producenten hun uh, fabrieken tijdje stil gehad. Daar heb je nog steeds enorm veel last van. Je hebt te maken met oplopende grondstofprijzen. Uh, je hebt klussen aangenomen met het oude prijsregime. Dus dat korsen, heeft ons echt wel heel veel geld gekost. Dus dat corona de bouw niks heeft gedaan, dat, uh, dat ben ik niet met je eens. Uh, maar stikstof is wel, als je kijkt naar de lange termijn een veel grotere zorg. En uh, dat ik nu ook zie dat op uh, Prinsdag daar geen oplossing voor komt, ja, daar kan ik wel heel verdrietig van worden. want. Uh, ja, stikstof is gewoon um, uh, ja, een beetje brandend moeras. Het is gewoon de veenbrand die aan de gang is. Van, ja, dat is uh, zo'n ramp voor, ons, voor de BV Nederland. Het is onvoorstelbaar. Er gaan geen woningen gebouwd worden. De fabrieken kunnen niet uitbreiden. De bedrijven kunnen niet uitbouwen. Ja, het is gewoon echt een hele grote ramp die op ons afkomt... die niemand wil oplossen. Dus ik maak me er heel veel zorgen om. Veel meer dan over, over dat en over corona. Want corona is tijdelijk... Ja, stikstof is gewoon verschrikkelijk. Oké, okay. ik, en ik kan me wel voorstellen ja, dat dat dus jou dan, voor je bedrijf, dat dat de buikpijn geeft. Ik, 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 ik las de oplossing van de list. we moeten een gaan verbouwen als boer, zodat dat ook als grondstof gebruikt kan worden in, in de bouw. Um, is, is dat dan ook niet iets waar je wakker van ligt? Of zeg je... Nou, waar ik wakker van lig, is het gebrek aan leiderschap in dit land. Hè. Dat is wel op het coronadossier, als je nu weer op het dossier kijkt, van we zijn druk met elkaar en niet met het oplossen van de problemen die er zijn. En er ligt gewoon een oplossing voor het dossier op tafel. MKB Nederland en VNO NCW hebben daar ook samen met uh, LTO en uh, Bouwen Nederland en de transportsector, weet ik wat allemaal, een oplossing neergelegd. Er ligt gewoon een duidelijke begrotingswens bij. Als je dit gaat doen, dan kunnen we doorbouwen. En dan kunnen we door met dit land. Ja, en er wordt gewoon gezegd, we schuiven dat gewoon vooruit voor de formatietafel en uh, we gaan wel zien hoe we het oplossen. Ja, en dat vind ik echt onvoorstelbaar. En uh, daar kan ik me enorm over opwinden, boos om worden, kan ik me zorgen om maken. Maar ja de ellende is, van je kunt er zo weinig aan doen. En, dus dat is een beetje een, toch een machteloos gevoel dan? Zeker, Omdat ja. je daar dus niet zelf als ondernemer aan de knoppen zit. Ja. Maar ja. nou, misschien dan ooit als minister-president worden? Jelle, wie zal het zeggen? Ja, nee, dat, heel veel mensen vragen mij dat natuurlijk, want bij MKB is, heb ik ook gewoon de wind mee gehad. Dat is echt niet allemaal mijn uh, verdiensten, lang niet allemaal. Uh, het is ons ook gegund door onze stakeholders. Uh, ik heb natuurlijk enorm veel geluk gehad met het uh, dat Jacques Vondel voorzitter is geworden, dat we de wind in de rug kregen. En dan zeggen mensen wel eens: ja, wil je dan niet meer daarin doen? Maar ik ben een ondernemer. Dat vind ik mooi. Besturen is mijn hobby. En een dag en een week is prima. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar als jij, als jij wethouder wil worden, of je wil minister worden, of uh, dat kost zoveel tijd. Ja, als ik nu naar mezelf kijk, dat uh, zie ik nog niet gebeuren. Uh, niet omdat ik het niet zou kunnen of niet zou willen, maar ik heb gewoon dat leven dat lijkt me gewoon niet leuk. Dat je altijd maar in die overlegtafels, altijd maar in die lobby moet zitten. Ik vind het gewoon tof om succesvol, of nou, succesvol te zijn om gewoon aan de gang te gaan met een bedrijf. Om daar gewoon uh, het beter te maken en anders te doen. En een team te motiveren, een goede leider zijn, goed voor je mensen zorgen. Daar haal ik me voldoening uit. Maar zou je over drie jaar willen staan? Jullen? Ja, dat weet ik niet. Daar ben ik ook wel over nadenken. Heb, heb je nog een droom? Deze, van dat bijvoorbeeld, hè, in het zij in het, het, zijn het circulair, het zij in het. Uh... Nou, als je, dan, als je dan over dromen hebt, maar dat is dan, dromen klinkt zo zwaar, maar als je kijkt wat, wat ik nou over, als ik iets verder ben met mijn bedrijf en het staat allemaal goed en het loopt allemaal goed, wat ik wel heel leuk zou vinden is van, uh, interim management doen bij bedrijven, dat lijkt me wel ontzettend leuk om uh, bedrijven die, uh, die in de spiraal zitten, om daar uh, te helpen en dat omhoog te helpen, dat, dat lijkt me heel erg leuk om te doen. Ja, een keer een uh, raad van commissaris lijkt me leuk om een keer uh, nou, te kijken van, wat is dat nou, hoe gaat dat nu? Dat zijn wel dingen, dat dat lijkt me nog wel leuk, en ik hoop dat ik op een gegeven moment weer een beetje tijd heb om, uh, om te racen of met mijn kinderen te racen, dat soort dingen. Dat lijkt me wel heel erg leuk, maar dan moet je eerst gewoon heel hard werken, zorgen dat we wat verdiend hebben ja. en dat er ook gewoon ruimte voor is. Dus ja, uh, ja. Heb, je, heb je een tip voor andere DGA's die in een familiebedrijf zitten? Dus je bent 35, uh, ja. Um, wat zou je tegen andere ondernemers willen zeggen? Nou, allereerst van, als je het hebt over bedrijf, als een volgende generatie van, uh, tegen de oudere generatie van, kijk ook gewoon, heb vertrouwen in je kinderen. Laat ze ook, uh, nou, onderuit gaan, want dat heeft mijn vader ook bij ons gedaan. Niet bewust natuurlijk, maar als je de ruimte niet geeft, dan, uh, dan wordt het ook niet gevonden. Dus ga niet met de lange arm in dat bedrijf zitten. Ik denk wel dat ik geluk gehad heb dat mijn vader meerdere takken van sport deed. Zodat het, uh, als hij natuurlijk alleen maar bouw had gehad, was het vast veel moeilijker geweest. Dus dat besef ik me wel. Uh, maar ga ook het gesprek aan. Benoem ook gewoon wel van uh, ja, dit vind ik prettig en dit vind ik niet prettig als dat nodig is. En ja, durf ik die confrontatie aan te gaan. Maar ja, dat is bij een heel veel familiebedrijven, is die cultuur daar niet om, uh, om gewoon open gesprek aan te gaan met elkaar. En dat moet je echt wel creëren volgens mij. Wil je succesvol zijn en wil dat doorontwikkelen. En geef elkaar de ruimte. Ja, ik denk dat wel gewoon, uh, en daarnaast moet je als ondernemer natuurlijk uiteindelijk moet je het wel zelf doen. En je moet wel zelf gewoon, uh, wat ik ook zei, gewoon knijtend hard werken. En niet denken dat het aankomt waar je. En nooit opgeven. En, uh, en de mensen kijken naar jou voor de oplossing. En naar niemand anders. En als jij denkt dat, die, dat, die, dat iemand anders de oplossing gaat aandragen, nou vergeet dat maar. Want dat gaat één keer goed, dat gaat twee keer goed. Maar uiteindelijk, uh, ja, houd dat ook een keer op. Dus je moet zelf, uh, en dat moet je ook willen, dat moet je kunnen. En je moet gewoon niet, uh, ook niet van dingen wakker liggen. Want als je overal van wakker ligt... En dat komt ook niet goed, want een goede rust. Je hebt helemaal niet veel slaap nodig, maar wel goede slaap. Ja, en dat is wel. Uh, ja, niet te veel piekeren, gewoon doen. Dat is wel een beetje hoe ik naar kijk. Nou, mooi, Jelle. Ik, uh, ik sluit deze, deze podcast af. Ja. Uh, Dank je wel uh, om met je gesproken te hebben. Ik zie inderdaad, en dat is dan mijn beschouwing van de zijkant uh, naar jou toe. Ik zie een, een eerlijk en een goed mens. En inderdaad een enorm ondernemende, uh, ondernemende man. Positief ingesteld. En. Uh, mooi hoe je zo van waarde kunt zijn in je eigen bedrijf, in je eigen gezin. Nou, dat laatste wangen ik wel benadrukken. Je regio Zwolle, zeker. Precies, maar dat laatste wou ik nog wel benadrukken van, uh, natuurlijk in een goed gezin ook van, uh, ja, ik, uh, hoe mijn vrouw altijd mijn half staat, dat vind ik gewoon hartstikke fijn en uh, ik hoef uh, nooit geen zorgen te maken dat het thuis goed loopt en ook dat ik daarmee uh, mijn ruimte kan pakken die ik met mijn kinderen wil en uh, dat, het, dat, het, dat de basis altijd in orde is. En dat is wel. Uh, dus dat is ook wel goed om te benoemen, van dat, uh, ja. dat je dat niet kunt zonder een, uh, een fijne partner. Het is bijna, bijna altijd universeel. Als je een sterke man ziet, dan weet je dat er een sterke vrouw op de achtergrond rondloopt. Ja, maar wel een zelfstandige vrouw. Dat wil ik wel uh, erbij zeggen. Dus, nou, uh, helemaal goed. Jelle Wever, dankjewel. Graag gedaan. En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA? Wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. En nu zeg ik: ik wens je nog een fijne dag. Hoi!